Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog van het Maatscollege. Ik ben eigenlijk net wakker. Ja, en ik heb nog een hele schooldag voor me. En ja, deze vlog gaat eigenlijk over het leven bij het Maatscollege. En hoe het eigenlijk gaat met de coronaregels en alles. En ja, ik zie jullie dadelijk. Mijn naam is Milan. Ik ben 12 jaar oud en ik ga jullie vandaag iets laten zien hoe het op Sint Maarten is en hoe het allemaal eruit ziet. Ik sta altijd om 7:30 op. Dan pak ik een tas, die zet ik dan op de gang. Daar ben ik weer. Ik heb mijn tanden gepoetst en al. De tas. Want ik heb vandaag 7 uur. Soms zijn die tassen vaak zwaar. En ja, altijd. Als ik een tas heb gepakt, ga ik wat boterhammen eten. Ik doe mijn jas aan, mijn schoenen en ja, dan ga ik. Oké mensen, ik ben nu onderweg naar school. Ja, en ik zie jullie daar. Zoals je ziet zijn we nu bezig met gym. Dat doen we nu op het basketbalveldje. Ja. En ja, we doen trefbal en je moet een pion raken om iedereen weer terug de trein te krijgen. Ja, het is wel een leuke activiteit. Ja, en zoals je ziet vindt iedereen het ook heel leuk. Ja, dat is ook een beetje spannend. En kijk, zoals je nu ziet is Liam nu aan het gooien. Dit was de vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk. En ja, hopelijk komen jullie ook naar Sint Maarten toe. Doei! Ik zie je daar.